Dan zijn we nu bij cluster 1 aanbeland. Wat betekent klimaatonderzoek voor de praktijk? Daar hebben we Ronald Albers voor uitgenodigd van de TNO en Hiltert Puts. We hebben voortdurend gezocht naar een soort duo-presentatie. Iemand uit de wereld van de onderzoek en iemand uit de wereld van de praktijk. En nu is het woord aan Ronald Albers. Welkom. Ja, dankjewel. De bedoeling is, ik weet niet hoe je het wilt doen, maar je hebt ook sheetjes, neem ik aan, of doe je het zout los pot. Ja. Je kan hier gelijk in praten, we worden opgenomen. Als je niet praat in dat ding, dan word je wel opgenomen, maar dan horen ze niet zoveel. Dus ik zou willen voorstellen dat je gewoon hierin praat. Ja. Doe ik dat? Oké, bedankt. Misschien die ook. Die grote rechter. Ja, maar aan mij was de vraag om wat te vertellen over wat betekent nou klimaatadaptatie, hoe urgent is het nou om daar wat aan te doen? En er staat heel leuk bij altijd in de titel kosten van wel of niet inspelen op klimaatverandering. Ik kan jullie helaas daar nog geen euro's over geven. Dat is vrij moeilijk. Ik zal zo wel laten zien waarom. Ik vind het leuk om hier wat te vertellen. De laatste jaren, ik ben al een aantal jaren met het onderwerp klimaatadaptatie bezig. Daarvoor altijd met klimaatmitigatie bezig geweest. Dus ik ben van de M naar de A overgestapt. En misschien moet daar naar de P toe hier in Drenthe als ik... Maar een van de belangrijke dingen is eigenlijk dat klimaatadaptatie in Nederland nog redelijk in de kinderschoenen staat. En dat we eigenlijk pas een paar jaar ermee bezig zijn. Wat is er eigenlijk aan de hand als je naar klimaat kijkt? En dan wil ik jullie eerst even meenemen in deze overview. Dat is het klimaat verandert. Wat betekent dat? Mondiaal zijn er bekende kreten van, en dat weten we ook redelijk goed, temperatuurstijging. Met op lange termijn allerlei effecten van ijssmelten, zeespiegelstijging en allerlei andere elementen die daarbij thuis horen. Maar als je veel meer op regionale schaal gaat kijken, is eigenlijk veel minder goed bekend van wat dat betekent, klimaatverandering. Je ziet allemaal scenario's, er zitten hele brede patronen in. En een van de dingen die zeker zijn, is dat het weer verandert, de klimaatpatronen regionaal veranderen. En de kans heel groot is dat er ook wat meer extreme optreden. Dat is eigenlijk een van de grootste verwachtingen. Dat het klimaat verandert is zeker, zet ik bovenaan. Alhoewel er af en toe wel, iedereen kent wel de discussie met de sceptici van is er wel een klimaatprobleem. En vooral mensen die ook dan klimaat weer betrekken op de vele duizenden jaren die terugkijken in de tijd van hoe het toen was met de bodem, hoe die eruit zag, ijstijden. Dan moet je beseffen dat dat hele lange tijdshorizonten zijn en dat we nu praten over verandering van klimaat dat heel snel gaat. Hoe zeker zijn we ervan? Nou, van heel veel dingen zijn we dus niet zeker, maar wel dat het klimaat verandert. Dus hoe snel het precies gaat, dat weten we niet, maar dat het verandert is wel zeker. En ook als we op dit moment helemaal zouden stoppen met de uitstoot van broeikasgassen, dan gaat die klimaatverandering door. Want de werking eigenlijk kennen we heel goed. De basis is gewoon, er zitten stoffen in de lucht, die bufferen de warmte. Dat is gewoon heel bekend, kun je uitrekenen en dan weet je dat die temperatuur omhoog gaat. En die buffering van die stoffen in de atmosfeer, CO2, maar ook andere broeikasgassen, die gaat nog een tijdje door. Ook al stoten we nu niks meer uit, want die processen zijn wat verstoord. En voordat dat systeem weer stabiel is, zijn we al een eindje verder. Dus ook al stoppen we meteen met die fossiele bronnen, dan nog steeds hebben we klimaatverandering. Nou, wat kan dat betekenen? Ik zei al, van regionaal weten we het niet zo. Dat zou wel eens veel sneller kunnen gaan dan wat er gemiddeld gebeurt. Want die ene graad over 100 jaar, ik weet niet of dat nou zo'n schokkend getal is. En of dat echt het grote probleem is. Je ziet dat binnenkort, ik denk over een jaar, komen er weer nieuwe scenario's uit van de IPCC. Dat is een internationaal gezelschap van wetenschappers die met elkaar proberen om af te stemmen de laatste kennis over klimaatverandering op een rij te zetten. Over het hele klimaatsysteem, wat weten we, de laatste literatuur verwerken. Toch 80-90% van de wetenschappers werkt daaraan mee of zit in die processen. Die scenario's die daar gemaakt worden, worden voor Nederland weer uitgewerkt naar scenario's voor Nederland, wat het zou kunnen betekenen. En dat doet het KNMI en die maken dan, vorige keer hebben ze een viertal scenario's gemaakt en dat zullen ze nu weer doen. En ik denk dat dit jaar, ik weet niet precies wat het moment is dat de IPCC scenario's uitkomen, de rapporten uitkomen, ik denk voor de zomer. En ik vermoed dat dan einde van het jaar nog nieuwe KNMI scenario's uitkomen. En daar zit een hele bandbreedte in. Het is onzeker en dat is een van de gegevens waar we allemaal mee moeten werken. Dus de vraag is een beetje van hoe robuust kunnen we het maken. En wat er gebeurt is eigenlijk, je ziet het hier voor die temperatuur, het aantal hittegolven zal toenemen. Maar ook het aantal extreme regenbuien, lange droge periodes, al dat soort elementen. Vooral die extreme lijken toe te nemen. Waarom dat nou precies is, vraag het mij niet. Zo goed zit ik niet in die systemen, maar dat komt wel voortdurend uit de scenario's rollen. Wat betekent dat voor de stad? Is de stad... Een tijdje terug zei iemand iets wat mij toch heel erg aan het denken zette, gewoon even als basisbeeld. Dat de stad eigenlijk van oudsher bedoeld is als een afscherming van het platteland. Je hebt de natuur buitengesloten.
Dus iedereen denkt ook dat die stad helemaal klaar is en dat we daar veilig zijn voor allerlei veranderingen. En eigenlijk is niks minder waar, want dat weer en het klimaat komt gewoon die stad in. Die regenbuien komen de stad in, hebben invloed. En we zijn er eigenlijk niet meer op voorbereid, want we denken dat we alles onder controle hebben. Dat is namelijk kenmerk vaak van hoe we over een stad denken. En denken over klimaatadaptieve stad is misschien wat meer denken weer over van wat zijn nou de evenwichtsmechanismen in die stad en hoe krijgen we daar weer een situatie in dat we niet alles heel strak geregeld is, maar dat we wat onverwachte dingen kunnen opvangen. En misschien wel wat meer rekening houden met de natuurlijke systemen eromheen. Wat speelt er dan in de stad als je kijkt naar die problemen die je verwachten in die scenario's naar de lange termijn toe? Dat zijn overstromingen. Enerzijds als gevolg van de zeespiegelstijging op een bepaald moment. Alhoewel in Nederland de bodemdaling ook net zo hard gaat in een aantal kustgebieden. Een tweede is ook overstromingen vanuit de rivieren. Een Rijn die bijvoorbeeld heel erg gevoed wordt door gletsjer en sneeuw in de Alpen. Zal wel meer een seizoensrivier worden. Dus die afvloeien die zijn anders. We hebben 10, 15 jaar geleden denk ik al een keer gehad dat die rivierstanden heel hoog waren. Dus daar zijn we ook al mee bezig met programma's. Maar dat is ook een consequentie. Dat soort veranderingen, dat zet waarschijnlijk gewoon door. Wateroverlast is een grote, maar twee kanten eigenlijk uit. De ene kant te veel aan water, extreme buien. Dus af en toe hebben we van die periode en dan staan heel veel gemeentes die hebben heel veel straten onder water staan. Rioleringen die overstromen met alle gezondheidseffecten daarvan. Want er komt vuil water in het schone water. Maar ook de andere kant uit van hele lange droge periode. Ik weet niet hoe het hier in Drenthe is, maar ik weet dat in Brabant van die steden zijn. Die zich eigenlijk heel lang erop voorstond dat ze zo snel mogelijk al het water de stad uitpompten als er een regenbui was. En in de zomer zit iedereen te zoeken van waar halen we het water vandaan. Dat lijkt dan niet zo heel erg handig. Dus misschien zou je daar wat mee moeten ook. Dat hier ook hoor. Het is eigenlijk standaard systeem geloof ik, ja. De droog is komt het water uit het IJsselmeer. In feite Drenthe in. Ja. En als het te nat is, dan gaat het zo snel mogelijk weer het IJsselmeer in. Ja, ja. Of Noordzee. Ja. Daar heb je de eerste sleutels volgens mij ook om te denken van hoe moet je systemen veranderen. En een andere is hittegolven. Vooral in dit gezelschap met veel watermensen blijf ik altijd maar even hitte erbij zetten. Want eigenlijk van het hele rijtje hinderfactoren, is het de enige waardoor extra doden vallen. Waar gewoon hele grote gezondheidseffecten aan verbonden zijn. En om een of andere gekke reden vergeten we dat af en toe. Maar in 2006 de laatste keer, Vierdaagse, waar een paar mensen omkwamen, bleek uiteindelijk niet helemaal aan hitte te relateren. Maar die hele Vierdaagse ging op een paar manier niet meer door, omdat er gewoon hitteproblemen waren. En we hebben in Nederland gewoon een warmteplan van als het heel erg warm wordt om allerlei maatregelen te treffen. De GGD's zijn er allemaal bij betrokken. We hebben sinds 2006 ook geen hele extreme hitte meer gehad. Dus dat, sinds die tijd valt het mee, maar het gaat om grote aantallen. En wat vooral opvalt is eigenlijk dat het aantal extreem, ook in Nederland, wat ik net al zei, dat zie je gewoon toenemen van weersomstandigheden. Wat is nou de ernst en de urgentie? Waarom moeten we daar wat mee? Nou, dat is omdat die steden eigenlijk twee kanten uit. Ik moet misschien eigenlijk eerst nog even wat zeggen van ik zei net al even die stad. Dat is klimaatadaptatie in de stad is eigenlijk een relatief nieuw onderwerp. We zijn er pas 3-4 jaar geleden al de eerste sessies in dit soort zalen waarbij we over klimaatadaptatie in de stad aan het praten waren. En dat kwam eigenlijk omdat klimaatadaptatie in Nederland heel erg gerelateerd was aan zeespiegelstijging, die rivieren. Heel erg een waterprobleem was, zoetwatervoorziening, waterveiligheid. En eigenlijk keek niemand naar die stad. Terwijl eigenlijk er veel meer in die stad aan de hand is. En eigenlijk dat je ook ziet dat in de stad hele grote investeringen lopen. Maar ook dat er gewoon effecten zijn. Nou, ik zei net al wat, droogte leidt tot bodemdaling, palenrot, hele grote economische schades. Wateroverlast, heb ik al wat van gezegd, leefbaarheid, gezondheidseffecten door de hitte. Maar wat is nou als je naar die stad kijkt wel heel aardig van die klimaatverandering? Eigenlijk loopt dat heel langzaam. En het is eigenlijk wel grappig, want we relateren een aantal dingen die we aan klimaatverandering willen relateren, van klimaatadaptatie. Het zijn eigenlijk problemen die we nu al hebben. Dat heeft niks te maken met klimaatverandering, heeft misschien te maken met klimaat. We hebben nu al wateroverlast en hittegolven. Het wordt misschien alleen erger. Maar ook die stad is wel heel aardig. Die klimaatverandering loopt langzaam, maar die stad die verandert ook heel langzaam. Net was inderdaad de uitdaging, en dat is denk ik algemeen. Een nieuwbouwwijk opnieuw uitleggen en rekening houden met allerlei factoren is een hele makkelijke. Maar al die bestaande steden, en het grootste deel van het stedelijk gebied is gewoon ingericht in Nederland. Hoe pas je die nog aan en hoe kun je daar manoeuvreren? Dat is wel een hele moeilijke opgave. Dus je moet gebruik maken van de momenten dat er gerenoveerd wordt, dat er herinrichting plaatsvindt, dat er allerlei acties lopen in buurten, wijken.
Maar hetzelfde geldt ook bij het ruimtelijk ontwerp, bij gebouwen, bij de rioleringssystemen. Het zijn allemaal systemen die tientallen jaren meegaan. Dus als je het wil hebben over als het klimaat in 2050 anders is, dan hebben we wel te maken met het systeem dat we nu aan het aanleggen zijn, of dat er eigenlijk misschien al heel lang ligt en dat we ondertussen in die 40, 50 jaar, komende jaren, kunnen aanpassen. Ga je dat nu doen, dan heeft dat het voordeel dat je kunt meeliften met allerlei onderwerpen. Wacht je ermee, dan wordt het gegarandeerd heel duur, want dan moet je gaan slopen, extra acties ondernemen. Dus het is verstandig om nu rekening te houden met de effecten van klimaatverandering. Een van de programma's die lopen is eigenlijk een beetje ontstaan. Dat is Kennis voor Klimaat onderzoeksprogramma. Dat is een heel breed programma over klimaatadaptatie. Dat is ontstaan naar aanleiding van Kamervragen die gesteld werden over van zijn onze investeringen toekomstrobuust, klimaatrobuust. En in eerste instantie kwam ook dat weer uit die waterwereld, want in de waterwereld, Rijkswaterstaat houdt gewoon rekening met het stijgen van de zeespiegel al heel lang. Maar eigenlijk als je dan gaat denken, waar zitten die grote investeringen? Die grote investeringen zitten in infrastructuur en steden. En een van de onderzoeksprogramma's binnen dat Kennis voor Klimaat is Climate Proof Cities. Dat is een studie naar het stedelijk gebied. En ik laat hem even zien omdat dat een beetje ook een interactie is van waar praktijk en kennis een beetje bij elkaar komen en we van elkaar proberen te leren. Onderzoek doen wat heel dicht bij de praktijk ligt en praktijkmensen die meedraaien in het onderzoek zodat ze het meteen kunnen gebruiken en kunnen uitdragen. Daarbij hebben we in dat onderzoeksprogramma, en ik ben daar consortiumleider van, daar hebben we eigenlijk vijf vragen centraal gesteld. Eén van wat gebeurt er eigenlijk in die steden? Als je internationaal gaat kijken, dan blijkt dat het zijn hele lokale effecten, regionale effecten. Maar ook als je naar die stad gaat kijken, het microklimaat van de stad, weten we dat wel. En een van de fascinerende dingen is dat we heel veel dingen, als je gaat inventariseren, in de stad eigenlijk nauwelijks meten. De temperatuur meten we bij voorkeur buiten de stad, want die stad is een verstoring. En eigenlijk ook heel veel watergegevens en grondwatergegevens, bodemgegevens. Er zijn uitzonderingen in Nederland, maar over heel Nederland gezien, in meerderheid, zijn de steden heel slecht in kaart gebracht. Heeft misschien wel iets met dat denken te maken over die stad hebben we onder controle en is niet zo belangrijk om te weten. Maar met name bij de klimaat, van waar regent het bijvoorbeeld? Hebben we stijgingsregens voor de stad, na de stad, in de stad? Dus waar vinden die extreme buien plaats? Kunnen we daar wat over zeggen? Nou, eigenlijk weten we daar verdomd weinig van. En dat is een beetje wat we ook in samenwerking met KNMI proberen wat verder uit te zoeken. Hoe kwetsbaar zijn steden? Een andere vraag. Kunnen we daar ook wat algemene criteria voor verzinnen waarmee we naar alle steden in Nederland kunnen kijken? Of naar alle wijken of naar alle gebouwen? Welke maatregelen kunnen we vervolgens verzinnen om dat aan te pakken? Hoe krijg je dat geïmplementeerd? En wat is dan uiteindelijk de kosten en baten? En dan zeg maar even, het is een 4 jaar onderzoeksprogramma. De kosten en baten hopen we na 4 jaar te kunnen beantwoorden. Maar dat zal nog wel een hele klus zijn om dat te kunnen doen. In het onderzoeksprogramma hebben we heel veel kennisinstituten bij elkaar. Ik loop ze niet langs. Zeg maar alle relevante grote kennisinstituten in Nederland zijn daarbij betrokken. En wat we doen, en dat is voor jullie in de rechterkant van het plaatje. We zijn een aantal plaatsen. We hebben ook heel veel, alle grote gemeenten doen mee. Een aantal waterschappen doen mee. STOA is betrokken in het programma, het ministerie, provincie Brabant. Het zijn allemaal mensen die van begin af aan in het onderzoeksprogramma meegedraaid hebben bij het helpen met het stellen van de onderzoeksvragen. En ook tijdens onderzoek begeleiden om te zorgen dat we niet te ver van de praktijk afraken. En we proberen dat onderzoek te doen aan de hand van een aantal praktijksituaties. Aan de hand van case studies. En die zijn eigenlijk geordend. En dit is gewoon een plaatje even van hoe het programma in elkaar zit. Maar in een viertal blokken. En dat gaat over gebouw en straat. Gaat over integraal watermanagement. Gaat over wijken. Wat kun je met wijken en wat kun je op regionaal niveau? En het hele aardige is dat in al die terreinen verschillende disciplines bij elkaar komen. En de praktijk ook, sorry, dat ging snel, ook andere mensen aan het werk zijn. Als je praat over gebouwen, wat daar gebeurt, dan praat je over aannemers, bouwers, bouwregulatie in gemeente. Praat je over die wijken, dan zit je bij de ruimtelijke ordenaars. Praat je bij wijkontwikkelaars, projectontwikkelaars. Watersystemen, dan heb je de waterschappen. Adviesbureaus, de hele waterwereld. En bij de regio zit je weer op wat meer de regionale provincies, de stadsgewesten. En dat blijkt vaak als je bij gemeenten, en ik heb wel eens bij gemeenten verhaal verteld, dan zie je daar ineens een heleboel directies naast elkaar komen, die allemaal te maken hebben met de problematiek, omdat ze vanuit de verschillende hoeken naar kijken. En volgens mij is wel een van de aardige dingen zou zijn als die onderdelen wat meer met elkaar zouden samenwerken en wat meer zouden afstemmen. Ik loop even heel snel langs naar het stedelijk hitte-eilandeffect. Ik denk dat ik daar even heel. Ik ga er even vanuit dat jullie dat mogen veronderstellen, dat je ziet dat de steden het warmer is dan de omgeving.
is vooral in de avonduren trouwens het grootste probleem. Waar leidt dat toe? Dat wil ik toch even meenemen, omdat ik al zei van het wordt wel eens vergeten dat hier de grootste gezondheidseffecten op dit moment aanzitten. Dat is, heel veel mensen vinden het altijd lekker als het warm weer is, want dan ga je naar het strand, ga je naar buiten, ga je juist de zon opzoeken. Dat doen vooral jongeren. Ouderen hebben een probleem om zich aan te passen aan andere temperaturen. En in de zomer is gewoon een oversterfte. Overigens, de slimme mensen die roepen nou van let op, in de winter is er ook oversterfte. En als het dan warmer wordt, dan verandert dat. Maar dit zijn gewoon groepen waar je heel makkelijk wat aan kunt doen. En bijvoorbeeld in 2003 en 2006 bleek dat het vooral mensen ook zijn die buiten zitten. In Parijs onderzoek. In Nederland ging het over een paar duizend mensen die vervroegd stierven. Een paar duizend, maar dat zijn statistische getallen. Maar het ging ook vaak over ouderen die bijvoorbeeld in verpleeghuizen wonen. Op een bovenste verdieping. Plat dak, geen airconditioning. Nou ja, dan rooster je daar weg. Ouderen doen de ramen niet open. Houden zich graag warm aangekleed, want anders stort het. Allemaal verkeerde acties. Te voorkomen volgens mij. Maar je moet er wel bewust van zijn. Daar zijn GGD's in Nederland wel mee bezig. Het is een van de leuke studies die we gedaan hebben. We hebben geprobeerd uit te vinden wat er dan gebeurt. De moeder van een van onze onderzoekers is hier in kaart gebracht. Die heeft een pil gekregen om de temperatuur binnen te meten tijdens een hittegolf. En we hebben gekeken wat is de buitentemperatuur, de onderkant. Wat is de temperatuur van de buitenkant van het lichaam? Dit is de voet. Hier ging een raam open, tochtte even. Snel weer dicht, want van tocht word je ziek, denken ze dan. Het raam dicht, de temperatuur loopt op. Maar die bovenste, dat is de temperatuur in het binnen van het lichaam. En deze moeder van de onderzoeker, die heeft hier gewoon koorts. Past zich niet aan die temperatuur. En dat is de reden waarom mensen hier last van hebben. Altijd wel even aardig om erover na te denken dat daar wel een serieus probleem zit. We hebben ook gekeken naar gevolgen van wateroverlast. In allerlei categorieën ook geprobeerd daar wat in kaart te brengen. Wat nu echt de kosten zijn. Ik loop dat niet langs, want dat is veel te gedetailleerd. Kunnen jullie later nog eens nazoeken. En dan is de grote vraag, wat gaan we nu doen? Wat kunnen we nu doen? Wat kunnen gemeenten, waterschappen doen? En een van de grote vragen is, van wat is nou die urgentie? Want ja, zo af en toe gebeurt er wel een incident, maar dan is de aandacht weg. En het lijkt erop klimaatadaptatie, en ik ben er zelf een paar jaar mee bezig, ik geloof nog steeds niet dat klimaatadaptatie in zichzelf zodanig sterk is dat daar heel veel maatregelen om getroffen worden. Dat warmteplan van de GGD is misschien de uitzondering. Maar ik denk dat het dus een kwestie is van zoeken, want het is een serieus issue en je wil er op tijd bij zijn. Met hele korte politieke horizonnen. Dus het is een beetje zoeken van hoe kun je aanhaken bij andere trends en hoe kun je dingen met elkaar combineren. En dat is eigenlijk een belangrijke vraag van enerzijds van ja, het is een issue, maar hoe laat je dat meedoen met als je een wijk ontwerpt of een gebouw ontwerpt, dat het een van de factoren is waar rekening mee gehouden wordt. Ja, en dan als laatste van wat zijn dan strategieën die je kunt doen? Nou, volgens mij is het een hele belangrijke verbinden van onderwerpen dus. En wat wel heel grappig is, als je er wat dieper induikt, hitte, water, droogte. Het heeft heel veel met elkaar te maken als je wat verder gaat kijken. Want verdampend water helpt om te koelen. Ik zeg uitdrukkelijk verdampend water. Er wordt wel eens gezegd water koelt, maar dat is niet per definitie zo. Water houdt warmte vast. Dus aan het einde van die hittegolf is dat water ook warm. Dan koelt het niet meer. Het begin wel, maar het einde niet meer. We hadden net al even de discussie over dat water dat we wegpompen en dan weer terughalen. Wat je misschien ook wel weer in de stad wil hebben op droge periode om überhaupt wat te kunnen koelen. Want dat groen op de daken die je gebruikt om die daken te koelen. Dat groen werkt alleen maar als er water verdampt. En niet als dat vetplanten zijn die juist niet verdampen. Want het koelende werking zit in dat verdampen. Dus daar heb je water voor nodig. Dus hoe krijg je dat weer terug? En hoe voorkom je dat je allemaal hele technische systemen moet doen? Ik probeer je oplossingen heel lokaal te zoeken. En hoe probeer je wateroverschot en tekort aan elkaar te koppelen? Maar hoe probeer je ook aan de mitigatie-adaptatiekant bij klimaat, hoe probeer je warmteoverschotten in de zomer te koppelen aan koude overschotten in de winter? Lijkt ook wel iets wat je met elkaar zou kunnen combineren. En misschien kan water daar wel een verbindende schakel in zijn. Iets wat misschien in het derde blok dadelijk aan de orde komt. Groen is denk ik een hele belangrijke in deze water. Ik heb al even kanttekeningen gemaakt. Kan helpen, maar niet altijd. Dus wees daar, let op wat je doet. Groen helpt. Als er water is om te verdampen. Gebouwde harde oppervlakte kun je ook wel wat aan doen. Is allemaal wat complexer, ook wat minder vriendelijk. Ik denk dat je in de groen veel meer die stad kunt aantrekkelijk kunt maken. En ik zei het al, grote vraag is, kun je het met elkaar koppelen? En wat je dan zou moeten doen is toch een beetje kijken, hoe zit dan het evenwicht in elkaar? Want wat kun je in de stad doen op dat niveau van het gebouw, in relatie tot die wijk? Ook in de raad stond het groen en het water wat er omheen zit. Dus het groen, blauw, rood. Hoe verbind je die met elkaar?
op welk niveau zoek je de oplossingen? Ik zei net al wat van, ik merk dat gemeenten en overheden vaak heel erg verkokerd zijn. En niet alleen de overheden, gewoon de hele advieswereld en onderzoekswereld eromheen ook. Want voor watersystemen hebben we een deltaris. Maar als we de wateroplossing niet zoeken in de riolering of in de watersystemen, maar in de ruimtelijke inrichting van een wijk. Ja, dat was weer niet de kennis van deltaris. Daar hebben we een TU Delft waar ontwerpers opgeleid worden. Die weer met een hele andere bril naar die vraagstukken kijken. En hoe kunnen we die met elkaar verbinden? Dat zijn ook wat dingen die we in het consortium, waar we al die disciplines bij elkaar hebben, proberen te regelen. En het is wel grappig dat je daar af en toe geweldige spraakverwarring kunt krijgen over hele eenvoudige woorden. Als we gaan een model gebruiken. Oh, riep het toen iemand. Maar wacht even, ik ging toch dat model doen? Ja, maar het ene model was een computermodel en het andere was een conceptueel model. Dat zijn wel hele verschillende modellen. Dus ook daar blijkt dat die leefwerelden al anders zijn. Laat staan als je nog wat verder de inhoud induikt van hoe benader je problemen. Ik zei al, en ja, wat je dan ook ziet ook in de oplossingssfeer. En ik denk dat is ook de worsteling voor het Delta-programma Nieuwbouw en Herstructurering, die zich richt op klimaatadaptatie in dat stedelijk gebied. Hoe spreek je nou je sectoren aan? Wat zijn de vragen die je bij het gebouwniveau hebt? Welke partijen moet je daar bij elkaar halen? Hoe zit dat bij wijken? Hoe zit het bij waterschappen? En hoe krijg je dat overbruggend? En vooral, hoe krijg je de verbinding bij elkaar? En dat was waar ik wil eindigen, want ik denk dat dat de uitdaging aan jullie is, ook, is om die verbinding te gaan brengen in de toekomst. Dankjewel Ronald, ja prima.